Jongens, tot toch kijken deze video. Mijn naam is Wessie van FIFA Boy 1999 En vandaag weer de nieuwe spelerscrème mode En vandaag twee wedstrijden op het programma. De eerste wedstrijd tegen FC Utrecht. En de tweede wedstrijd tegen Ajax. Maar eerst gaan we kijken hoe het Fokker afgaat in het real life leven. Hier zien we het. We staan in de casino. En ja, Fokker krijgt de kans om aan het rat te draaien. En dan gaan we kijken wat hij daarvan uit krijgt. Wat hij wint. Wat gaan we krijgen? Krijgen we een auto? Krijgen we geld? Krijgen we munten? Krijgen we RP? We krijgen kleding. Oké. Okay. We krijgen een kledingshut. Oké, okay, mooi. Dus we hebben een nieuwe shutje. We gaan nu door naar de westen tegen Willem 2: Tegen Willem 2 tegen SU Utrecht. We moeten kijken hoe dat gaat, uh, ja, hoe dat gaat uh, aflopen, natuurlijk. Nagenoeg. De Fokker geeft de bal hier goed. Bal teruggeven nu. Nee, Crowley. Fokker. Paas gegeven. Bal terug weer. Weer de bal terug. Onderschepping wel weer goed. Hij speelde een goede wedstrijd tot nu toe. wil nee, Willem twee spelers kregen de bal niet goed. Mee op elkaar. Hier dan de kans. Hij is meer van de paas deze wedstrijd. Assisten. Hier kan deze assist komen. Maar de bal op de lat. Bijna de kans op de 1-0 voor uh, Willem II. Voor Renato Tapia. Nu de doeltrap voor een Utrecht Marsman. Van overheen. Van de streek. En Willem II komt er nu uit. dankelui Mooi voor Utrecht. Van de streek. We een 2 weer. Fokker mee naar achteren. Hier dan een bal. Geeft de Paas goed. De bal teruggegeven. De bal goed weer gegeven. Hij geeft de Paasjes goed. Hier raakt hij de bal kwijt. Krijgt de bal weer terug. En deze Paas is iets te hard. Zit in de 35 minuten. Als de Paas hier goed gegeven wordt. Hier ook Crowley. Fokker teruggeven. En de bal um, over de achterlijn. En dit is volgens mij een hoekschopje. Ja, inderdaad. corner genomen. Fokker op naar voren. Schiet de bal, bijna nog in het doel. Een rebound gaat er ook niet in. Dat was dus de eerste grote kans voor de spits eigenlijk van Willem 2. Maar hij krijgt de bal hier niet in voor rust. En lijkt het 0-0 met rust in te gaan. Als hier nog uh, misschien een kans komt, Fokker kan hem geven, steken. Dat doet hij ook weer goed, weer goed gegeven. Paasjes zijn goed, deze wedstrijd van de spits. Die kan niet Paas geven, Dat doet hij nou ook goed. Schiet kans voor Willem 2 in de handen van Marsman. Tapia weer volgens mij met de kans. Nu in de tweede helft, in de 57e minuut, als we het nog steeds 0-0 is hier. Willem 2 weer de aanval gaat zoeken. Maar Utrecht zit ertussen. Want Utrecht heeft de aanval? Willem Janssen. Stride. Van Overheen. Valle. Van de Streek. Bazoor en de 1-0 voor Utrecht. Willem 2 zit achter. En Ricetti Bazoor maakt de 1-0 voor Utrecht. Willem 2 achter. Moet Fokker en het team wat gaan doen? De spits van Utrecht kan niet belangrijk zijn. We gaan het zien. Wesley Fokker geeft de paas goed. De paasjes deze wedstrijd zijn, zijn super. Van de spits van Willem II. Hier ook weer goed gegeven. Bal teruggeven. Bal wordt teruggegeven, maar komt er niet op tijd bij. Zo is de bal voor Marsman. En gaan wij door in deze wedstrijd. We gaan de 90 minuten volmaken. Bal teruggegeven weer. Fokker, Paas. Schietkans hier. En het is 1-1. De spits geeft de paas en het is de gelijkmaker hier in het uh, Willem 2 stadion. Op aangeven van de spits is het 1-1. assis deze wedstrijd. En het is de gelijkmaker hier tegen FC utrecht Mooi van Willem 2 en mooi van de spits van Willem 2 dat hij een assist mocht geven. Helaas nog geen doelpunt gemaakt. Maar wel de gelijkmaker. Zit er zit nog een kwartier te gaan Als Willem 2 weer de aanval zoekt. Weer de paasjes die perfect zijn uh, van de spits van uh, Willem 2. Willem 2. Krijgt die bal? Ja, hier. Goede kopbal. Bal weggewerkt. Fokker, weer de bal terug. Goede voorzet. Kopbal en de 2-1. Weer de assist van de spits van Willem 2. Goede kopbal van de doelpunt te maken natuurlijk. Maar mag de eer ook vooral uit naar de spits van Willem 2. Die 2-1. Voor, voor de 2-1 zorgt qua assist. Twee assists in één wedstrijd. Dus twee keer belangrijk. Want ze gaan op een 2-1 voorsprong. En uh, ja, Willem 2 doet het dus goed. Van een 1-8 staat naar een 2 1 voorsprong. Nog 5 minuten te gaan hier in, um, in Tilburg. Fokker, met de doelman schiet hem heel hoog naar voren. Fokker staat een beetje achterin. Niet een overtreding. Nee, het al doorgespeeld Utrecht. Strider, Dessers, Valé. Fokker verdedigt mee en de rally van de, de doelman. Kijk, Fokker is tevreden over de doelman van uh, Willem 2. Crowley gaat eruit moet gewisseld voor Liefink. 88e minuut hier kans maar net naast van Utrecht. Live dus we zitten op een 2-1 eindigen voor uh, Willem 2, twee assisten van de spits en dat is ook zo. Willem 2 wint met 2-1 van SCU Utrecht door twee keer de goede voorzetten van de spits van Willem 2, Fokker en De volgende wedstrijd gelijk een moeilijke wedstrijd Ajax Willem 2 in de Amsterdam Arena. Ja. Ajax, jullie kennen het verhaal, is een moeilijke tegenstander. Donny van den Beek. Ajax is ook dan de eerste die in de aanval gaat. We hebben natuurlijk ook eerder wel Feyenoord kunnen verslaan, volgens mij. Volgens mij of was het gelijk, ik weet niet meer eens. Ik weet niet meer eens. Taref Vico Malagaan Fokker blijft een beetje achterin rond. Die blijft een beetje in de buurt van die spelers. Sinkgraven. Donny van den Beek, Sinkgraven. Danilo, Neres. Neres is de kans Ajax en het is de 1-0. Ajax zit 1-0 voor. En uh, Willem 2 moet zich herpakken. Misschien komt dat hier met Fokker die de bal krijgt. Fokker zit niet heel lekker in de wedstrijd met zijn paasjes. Bal voorgegeven, komt er gelijk maken. Kopbal terug. Komt Willem II eruit. Tapia ja, volgt mij daar. Weer de bal teruggegeven op de spits. Geeft hij nu wel een goede paas. Daart toch de bal nog bij, toch de bal nog bij Willem 2-bal terug. Kappen en hij hoort niet dat het kans wordt schieten. Hier gaat wel een tackle van achter. En dat betekent dat er een gele kaart komt voor de spits van Willem 2, fokker. Die in de 24e minuut de gele kaart op zijn naam heeft. En nu is het 30 minuten gespeeld. En is het is nog steeds de 1-0 voor Ajax. Willem 2 doet het goed in Eredivisie. Maar moet ook tegen Ajax nu eigenlijk zien te winnen. Voor de koppositie. Dus we willen 2 heel erg. Ja, ik denk van huh, Willem 2 koppositie. Ja, Door de spits. De constante nieuwe spits. Doet Willem 2 het goed. Maar ja, ook die spits is wel eens minder, mindere dagje. Zoals hier tegen Ajax te merken is. Want hij uh, houdt ze in tegen grote ploegen, lijkt wel. Want ja. Tegen Feyenoord hield hij zich in en tegen, uh, ja, dit is gewoon heel erg um, wisselvallig, Fokker. Hier de bal, goede paas weer, dat wel. Maar uh, Crowley krijgt de bal er niet in. Nog een keer de bal. Hier de kans weer. Bal teruggegeven, Fokker, denk ik. Nee, we behouden hier de kans aan het schieten. Deze kans is buiten spel. Voeren we hem twee, voor rust, had het zomaar gelijk gelijkmaker kunnen zijn. Ik ga na de rust een andere camera-instelling doen, de profinstelling. Dus dan zie je dat. Die komt Ajax straat nog voor rust. Wordt het dan 2-0 voor rust? Wordt het zo'n dag voor Willem 2? Is het een dag waar alles tegen zit? Nee, Willem 2 zit ertussen. Niet goed, want Fokker zit hier te laat. Dan komt er een kans voor Ajax. Fokker verdedigt mee. En een strafschop. Strafschop voor Ajax. En Fokker is degene die dat veroorzaakt. Krijgt geen gele kaart, krijgt de waarschuwing. Daar moet Willem Tanner heel erg tevreden mee zijn. Want de spits van. Feyenoord. De spits was Feyenoord van mij Het nou. in de toekomst. Maar de spits van Willem 2 krijgt hij dus geen gereden kaart. Maar wat een strafschop. En die zit erin. Het is uh, 2-0 Ajax. Tadic met de 2-1. 2-0. En wij gaan de tweede helft door. Om uh, proberen de aansluitingstreffer te maken. En Fokker doet het niet goed deze wedstrijd. 6,3 beoordeling. Was de dus wedstrijd tegen Zuterland wel anders. 9,1 toen. Maar ja, iedereen heeft wel zijn mindere wedstrijdjes. Dus ook de spits van Willem 2. Ja, misschien gaat hij in de winterstop zelfs een transfer maken naar een Eredivisieploeg. Hij hoopt het in ieder geval. En hier komt weer een strafschop aan van Ajax. Dit keer Abel die de overtreding maakt. Maar weer de strafschop van Ajax. En kan nu de doelman van Willem 2 hem wel redden. Tapir wordt eruit gehaald bij Willem 2. En Traore komt erin voor Danilo bij Ajax. Weer de, weer de strafschop voor Tadic. Wordt heel raar gedaan. En deze redt de keeper van Willem 2 goed. Zo is het nog 2-0. Hij roept de spelers naar voren. Richting uh, Crowley. Fokker verdedigt mee bij dit soort uh, dingen. Kan hij dit goed doen? Nee, jij uh, komt te laat. En dan is hier bijna de 3-0. En deze net niet in, gelukkig. Nu de aanval voor Willem 2. Vlak voor rust, vlak voor tijd. En het is de 1-2. Tot nog een assist. In deze wedstrijd tegen Ajax. Voor de spits van Willem uh, 2. Liefink die de 1-2 mag maken voor Willem 2. Maar ja, deze wedstrijd lijkt toch een verliezen hier in de Amsterdam Arena door Willem II. Speelde een slechte wedstrijd. Fokker wel één assist heeft geleverd deze wedstrijd. Maar niet echt um, qua doelpunten en qua aanval belangrijk was. De up hier nog voor Ajax. Kan nog zomaar 3-1 worden. Laten we hopen van niet. Fokker gaat bij de muur staan. Wacht over die muur. En de bal is hier weg. En dan lijkt deze wedstrijd gespeeld. En dan lijkt... Ajax te winnen met 2, en dat gebeurt ook. Wij gaan nog een trainetje doen waar we niet echt veel omhoog gaan. Het zijn bijna 73 algemeen. Dus ja, misschien in de winterstop Of gewoon het einde van dit seizoen zijn we weg bij Willem 2. Dat is wel één ding wat zeker is. Sowieso einde van het seizoen. Volgende seizoen sowieso bij een nieuwe ploeg. Ik hoop natuurlijk fijn nooit anders een uh, kleine ploeg in het buitenland en we gaan doorsimuleren tot de volgende wedstrijd. En die is tegen het exvol. Maar dat zien jullie volgende week woensdag weer. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Dan druk op de tijd omhoog. En dan zeg ik zoals de tijd. En zoals nu later.